In de wijk werken een hoop creatieven, onder andere in dit gebouw, waaronder fotograaf Herman van Doorn. En die schijnt een hoop foto's te hebben gemaakt in Ondiep. Ik ben benieuwd. Herman, wat een mooie plek heb je hier. Ja, dankjewel, Waffe. Ik zit hier heel vrij, ja. En ik geniet er nog steeds van dat ik hier mag zitten. Wat voor soort fotograaf ben je? Wat fotografeer je graag? Ik heb heel lang in opdracht fotografie gedaan. En voornamelijk architectuur en stedenbouw. En dat voor architectenbureaus, tijdschriften, uitgevers, voor boeken, tijdschriften. En tussendoor had ik ook nog wel tijd om vrije werk te doen. Niet zoveel als dat ik wel wilde. Nu dus wel, want je bent op een gegeven moment kom je een bepaalde leeftijd, dan heb je meer tijd voor vrij werk. En het thema wat zeg maar, door dat vrije werk heen loopt, dat is sporen. En dus eigenlijk wat mensen nagelaten hebben, om dat dan weer vast te leggen. Dus of als het iets, bijvoorbeeld ruïnes zou dat kunnen zijn, loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, die door de natuur weer ingenomen worden en zo. En het wordt dan pas interessant als ik een plek tegenkom waardoor de mens is ingegrepen. En dan gaan bij mij de radertjes draaien en denk ik, hier moet ik iets mee. En ik begreep dat jij ook in Ondiep wat bouwvallig, of ja, wat... Ja, af en toe gebeurt er iets wat op mijn pad komt en, dan, en wat ook in mijn interessesfeer ligt. En dan probeer ik het wel te fotograferen. Ik heb toen met de sloop van de kleine wijk begonnen. Toen heb ik daar wat foto's gemaakt, daar heb ik een klein drieluikje van gemaakt. En nou, recent was eigenlijk het gebouw aan de Nijenoord, hè, wat zeg maar leeggehaald werd of gestript tot op het casco. En daarna zijn er weer studio's van gemaakt en zo. Maar tijdens het slopen was het interessant om te fotograferen, vond ik. Kan je die foto's laten zien? Daar kan ik wel iets van laten zien. Echt het midden van een kleine wijk ook. Oh, dus dan volg je echt de fases. Dit was het begin, dit was zeg maar halverwege en dit was toen het gewoon de kaalslag had plaatsgevonden. Nou, ik vond en wat... hele specifieke architectuur, hè? Dus echt arbeiderswoningen. Maar dan op een schaal die nog voorafgaat aan zeg maar, de flats. Hè? Dat de mensen in de schoenendoosjes gestopt werden in Overvecht en Kanaaleiland en zo. En dat vind ik ook wel fascinerend aan dit soort wijken. Dat er die sociale geschiedenis ook nog in zit. Weet je, van de Demka en de Werkspoor enzovoort. En dat zijn allemaal mensen die daar gewerkt hebben en die hier wonen. Of, ja, misschien nou niet meer zoveel, maar... Oorspronkelijk wel. Dat vind ik altijd heel interessant. En wat vind je er mooi aan? Ik vind dat afbraak en het tot ruïne maken en worden van bouwwerken, wat de mens nagelaten heeft, dat vind ik gewoon interessant. En waarom? Ja, dat is iets dat roept bij mij iets op dat ik me goed voel als ik dat zie en dat ik dat vast kan leggen. Dit zijn de foto's van het gebouw aan de Nijenoord. Ja, dit is dan een aparte vorm van bevallen, omdat het heel bewust is. Hè. Het wordt dus eigenlijk ontdaan van wat het ooit geweest is. En dan proberen ze weer iets nieuws van te maken. Dit is heel grafisch eigenlijk. Als ik het heel zou het in heel contrastrijk zwart-wit af kunnen drukken, dan is het net een grafische tekening, denk ik. En deze is met de omloop. Dus als je vanaf de Rode Brug komt, dan zag je dit is aan het eind staan. Dit is wel mooi. Dat vond ik ook wel mooi, ja. Hey, en ik ken haar. Ja? Ja, die zat bij mij op het koor. Leuk. Doe het toch goed. Zeg maar dat ik een foto van haar heb. Ja. Heb je nou een fotografische visie op de wijk? Nou, dat is een moeilijke vraag, vind ik, om die te beantwoorden. Maar wat mij in Ondiep aantrekt, en er zijn nogal een paar van dit soort wijken in Utrecht, is eigenlijk dat de authenticiteit van de wijk. Ik denk dat het grondbegrip is van hoe ik daarnaar kijk. En dat het daarom interessant aan het worden is voor mij. Het is authentiek en ja, ook dat verdwijnt dan op een gegeven moment weer. Hè, want je krijgt natuurlijk veel import enzovoort. Mensen die hier niet geboren zijn, die nemen het over. Hè. Veel van arbeidshuizen zijn tegenwoordig voor juppen. Dus dan wordt zo'n wijk op een gegeven moment ook vol met sporen weer van het verleden. En die vind ik dan wel interessant om vast te leggen hoe dat gaat. Weet je, zo zie je, dit is dan de Concordiastraat, dus vanaf het dak van het gebouw waar we nu zijn. Dit is nog vrij, dit is eigenlijk redelijk intact. Maar je hebt hier die zijstraten, dat kun je hier goed zien. Daar weet je ook alles van. Dat er gewoon een derde verdieping opgezet wordt door ontwikkelaars en investeerders. En dan zijn het ineens drie appartementen in plaats van een huis waar een gezin woont. En die hele sociale cohesie van die wijk, die gaat op die manier gewoon naar de knoppen. En dat wil ik toch ook weer vastleggen. Maar het blijft natuurlijk wel authentiek wat er zit voor een deel. Ja. Maar ja, in dit verband vind ik
Het gaat dus echt om de gebouwen en om de structuur en hoe zoiets eruit ziet. Het grafische van wat ik dan kan laten zien. Ja. Weet je, zo, hier zo'n ritme wat er in die daken zit, dat vind ik echt prachtig. En met dit soort licht komt dat ook heel goed uit. Je moet het vandaag niet doen, dat is gewoon te grijs. Maar... Ja. Nou, veel succes. Ja, oké. Dank je.